Hij is trots op Nijmegen en hij reist de hele wereld rond. In alles wat hij maakt zit een heel mooi persoonlijk verhaal. In zijn nieuwe serie ook, Sinan op zoek naar het paradijs. En vandaag is hij bij ons te gast. Graag een groot applaus voor Sinan Can. Sinan, welkom. Afgelopen weken hebben we je kunnen zien als iemand die op zoek was naar het paradijs in het Midden-Oosten. Duizenden kilometers verwijderd van waar je nu bent, Zwolle, Nederland. Is het paradijs hier ook te vinden in Nederland? Ik denk dat die overal te vinden is. En die vraag wordt ook steeds gesteld, heb je het nou gevonden? Ja, ik heb het gevonden. Het is in de harten van mensen. Dus dat kan overal zijn. En in de laatste uitzending zat een botanicus hè, van de tuin, Hof van Ede. Mm-hmm. En die zei, paradijs is wat wij ervan maken. Dus als we in conflict en in oorlog zijn met elkaar, dan maken we er een hel van. En als we met liefde en tolerantie en respect met elkaar leven, dan leven we in het paradijs. Wow. Dus dat zou overal op elk stukje op deze aarde kunnen zijn. Het is wat wij ervan maken. In het licht van de harten van mensen. Dus in de harten. Ja, en hoe we natuurlijk met elkaar omgaan. Hè? Dat die ook zei, paradijzen samenleven met elkaar. Elkaar respecteren met een moreel kompas. Omkijken naar elkaar. En dat is natuurlijk niet overal in de wereld zo. Kijk helaas nu wat er in Oekraïne gebeurt. Ja, precies. Dan gaan we voor het begin van het interview even terug naar het begin van jouw carrière. Mm-hmm. Want je wilde ooit geschiedenis studeren. Maar ja, Uiteindelijk is het journalistiek geworden. Waarom is het journalistiek geworden? Nou, ik heb daar best wel lang over getwijfeld. Eerst dacht ik, ja, geschiedenis is mooi en misschien moet ik daarna journalistiek gaan studeren. Daar heb ik soms wel spijt van. En toen dacht ik, nee, laat ik maar meteen journalistiek studeren. Omdat ik ook nogal in een rustig tempo mijn middelbare school heb afgemaakt. In een heel erg rustig tempo. Ik was 21 toen ik op de school voor journalistiek begon. In Tilburg. En toen was ik na 4 jaar klaar en ik was 21 en ik dacht, nou dan ga ik daarna ook meteen werken op mijn 25ste. Maar ik vind geschiedenis nog steeds heel erg leuk. En dat zie je ook wel een beetje terug in deze serie die we nu hebben gemaakt. Zeker. Ja, je zegt je hebt spijt. Waarom? Soms spijt? Nou ja, ik had... Kijk, toen ik journalistiek studeerde, lang geleden, toen jullie waarschijnlijk allemaal nog niet bestonden. Toen had je 4 opleidingen, namelijk die in Ede, hier natuurlijk Zwolle, Utrecht en Tilburg. En later is daar nog masterjournalistiek bij gekomen. En dat zijn dan mensen die dan een academische opleiding hebben afgerond en daarna een masterjournalistiek doen. En ik had dat eerlijk gezegd ook wel gewild. En ik heb een groot aantal van die mensen die daar op die opleiding hebben gezeten, hebben ook een deel daarvan heeft stage bij mij gelopen. Ik had dat zelf ook gewild. Dus dat, maar dat was in die periode kon dat niet, want dat bestond niet. Dat neemt niet weg dat je nu je journalistiek opleiding kan afmaken en dan nog kan specialiseren of een master kan doen. Wat wel handig is, want ik voelde me heel erg overall. Namelijk, ik heb eigenlijk nergens echt verstand van. Dus niet van... Geen specialisme. Nee, en dat specialisme is eigenlijk gaandeweg gekomen door, zoals ik in de journalistiek of in de documentaire hoek ben gerold. En dan met Midden-Oosten als focus. Dat je dan op een gegeven moment wel een expert wordt van een gebied. In dit geval het Midden-Oosten. Ja, nu is het wel heel lastig om te zeggen expert van een gebied waar 27 landen zitten. Ja. dat is ook als je NOS Midden-Oosten correspondent bent, ja, wat ben je dan van 27 landen? Ja, dat lijkt me lastig om je dan in al die landen even goed te verdiepen en kennis daar het over te vergaren. Maar ja, geschiedenis en ik vond journalistiek wel ook wel een spannender vakgebied. En ik dacht, ja, dat past meer bij mij uitdagend. Hoe heb je die opleiding dan ervaren, de journalistiekopleiding? Nou, niet heel fijn, kan ik je zeggen. Nee? Nou ja, het was ik ben in 99 begonnen. En het ging toen niet heel goed met de journalistieke opleiding in Tilburg.
Er waren ook een aantal onderzoeken geweest waaruit bleek dat, dat de opleiding niet goed genoeg was. Dus dat motiveert je ook niet als, als student. Maar zelf dacht ik van, nou ja, het maakt mij eigenlijk niet uit hoe ze naar deze opleiding kijken. Ik ga er iets van maken. Het belangrijkste is hoe ik mezelf ontwikkel. En heb ik genoeg passie voor het vak? En ik hou heel erg van de journalistiek. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik zat vooral meer te kijken van hoe kan ik mezelf ontwikkelen. En, dus is dat nog goed gelukt op die opleiding? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld bijna een jaar stage gelopen. Dat mocht helemaal niet. Maar ik dacht, nou, dat is voor mij heel goed. Namelijk gewoon heel veel werkervaring opdoen. Dat kon bij CNN in Istanbul. Ja, ik dacht, die kans laat ik niet gaan om daar 10 maanden te zitten. En nou ja, het zit me ook gewoon in hoe je zelf niet naar de opleiding kijkt, maar wat je er zelf eigenlijk mee doet. Dat is, vind ik, het allerbelangrijkste. Hoe kun je zelf ontwikkelen? En dan zou ik me niet te veel druk maken om allerlei dingen die niet goed geregeld zijn in een opleiding. Want die heb je overal in elk vakgebied, op elke opleiding. Ja. Ja, precies. Want je haalde al eventjes CNN Turk aan, inderdaad, in Istanbul. Hoe heb je dat daar ervaren om daar journalistiek te maken? Nou ja, het was heel anders. Het, CNN had dus een kantoor, een live zender geopend in 1999 in Turkije. Dus toen ik er ging werken, stage liep, was het 3 jaar oud. Dus dat was nog vrij nieuw. 50% in handen van CNN zelf, Ted Turner. En 50% in handen van een Turkse mediamagnaat, Aydın Doğan. Dus ze hadden een soort deal gemaakt samen. Het was het jaar waarin Erdogan de verkiezing heeft gewonnen. Dus het was het verkiezingsjaar van campagne. En het was heel ontspannen. Dus ik ging natuurlijk vaak op vakantie en het was er vaak gespannen. En nou ja, ook best wel veel kwesties die er speelden. Koerden kwestie, de Armeense genocide, Cyprus, noem maar op allemaal. En nu dacht ik, wat ontspannend en ook qua persvrijheid eigenlijk verrassend dat er over heel veel dingen wel nu gesproken wordt. Dat is natuurlijk nu weer veranderd. Anders, ja. Maar toen was ik daar eigenlijk best wel aangenaam door verrast. En wat ik eigenlijk het allerleukste vond, want ik had natuurlijk ook hier stage gelopen bij Rondom 10 NCRV, dat is een programma wat niet meer bestaat. Dat daar toch ze heel huiverig waren om een stagiaire echt iets te laten doen. En bij CNN was het van, ga maar een item van een minuut monteren en we zien het wel. Ja. Dus ja, ik dacht, ja, die zijn gewoon gek. Dat heb ik nog nooit gedaan, een item van een minuut. En dan werd daarna gekeken en dan werden nog wat dingen gecorrigeerd. En dat werd zo gewoon uitgezonden. En dat vond ik eigenlijk best wel bijzonder, dat je meteen iemand verantwoordelijkheid geeft en zegt, ga het maar doen. En wij kijken wel mee, het komt goed. Ja. Dus het was een hele fijne periode eigenlijk. En dat is heel grappig, dus dat je dat als je daar dan werkt, met ook heel veel zelfvertrouwen eigenlijk terugkomt. En dat wat je daar, wat ze je daar vooral leren, en dat is misschien ook wel een beetje Amerikaans, is heel veel lef tonen. Dus niks is onmogelijk. Dus we moesten allemaal bekende mensen benaderen. En ik dacht, ja, die gaat echt niet meewerken. En dan zeiden ze van, nee, je moet dat wel goed formuleren. Hè, waarom iemand dan mee moet doen, wat is het belang. En het lukte dan ook steeds. Dus, zou je het ons ook aanraden? Om zo'n tijdig werkervaring ergens... Ik zou jullie sowieso aanraden om te reizen, want het is heel goed. Überhaupt los van de opleiding om verschillende kleuren en geuren en klanken van het leven te zien en te ervaren. De verschillende culturen ook. En als je in het buitenland kan werken, zou ik dat zeker ook doen, ja. Dat, ook al is het bij een lokale krant in Zagreb, ergens in Kroatië. Ik zou het doen, omdat het toch ook wel weer je ziet
ook hoe de journalistiek daar bedreven wordt en waar ze tegenaan lopen en hoe ze soms dat proberen daarmee te handelen. Ja, dan verbreed je algemene kennis. Ja, ook. En een kennis van een land ook, wat ook niet onbelangrijk is. En dus dat is zeker heel goed om dat te doen. En om dan eens ook terug te komen misschien ook naar Nederland met een ander perspectief te kijken, vanuit een ander perspectief. Uiteindelijk ben je toen na je tijd bij CNN Turk vrij snel begonnen bij Zembla. Ja. Daar heb je naar eigen zeggen hardcore onderzoeksjournalistiek gedaan. Mm-hmm. Waarom heb je ervoor gekozen om onderzoeksjournalistiek te doen? Nou, dat wilde ik eigenlijk al toen ik op de opleiding zat. Wilde ik eigenlijk bij Netwerk werken of bij Nova of bij Zembla of bij Tegenlicht. Dus er waren een aantal programma's, Argos Radio. Ik wilde graag in onderzoeksjournalistiek. Maar dat is heel lastig als je net van de opleiding komt. Dan heb je ook nog in de opleiding ook niet iets als onderzoeksjournalistiek. In ieder geval in mijn tijd was dat er gewoon niet. Dus ja, dan kom je aan en dan zegt een hoofdredacteur, oké. Je hebt één geen ervaring en wat moeten we hier nou mee? En dat was dus bij Zembla. En ik kan jullie daar wel iets over vertellen hoe dat is gegaan. Dat is eigenlijk precies hetzelfde gegaan als de stage. Namelijk, ik heb toen ik bij CNN stage wilde lopen, daar werkte een hele bekende Turkse journalist. De bekendste Turkse onderzoeksjournalist. En ik dacht, ik bedoel, wat zou ik ermee verliezen als ik hem een mail zou sturen? En zou uitleggen dat ik graag bij hem zou willen werken. En dat ik een paar verschillende talen spreek en noem maar op. Dus ik dacht, ik verstuur het en we zien het wel. Ik heb toch niks te verliezen om nou een mail te schrijven. En daar kwam dus antwoord op. Dus eerst dacht ik, ja, dat kan me niet voorstellen dat hij mij terug gaat mailen. Die man is zo druk en... En toen stuurde ik dus nog een mail van, nou ja, ik zou graag, als het kan, dan in februari beginnen. En hij zei, is prima, kom maar. Dus ik vloog in februari daar naartoe en ik dacht, het zou ook kunnen zijn dat het, weet ik veel, zijn assistent is of een redacteur. Dus ik kom daar aan en hij is er niet, dus hij is in het buitenland. Dus ik dacht, hier gaan we al. En na 3 dagen kwam hij terug en had gezegd, ja, klopt, ik heb die jongen dat beloofd en hij kan hier beginnen. En dat is eigenlijk gewoon, ook gewoon los van toeval, geluk, maar ook een beetje brutaal en lef tonen. En datzelfde was dus bij Zembla ook. Zij zochten een verslaggever die plus 5 jaar ervaring had in de onderzoeksjournalistiek. Dus ik een hele lange mail geschreven naar Kees Driehuis en dan eigenlijk ondergezet, ja, ik ben eigenlijk niet geschikt voor deze functie, maar heb je misschien een junior plek voor mij? Want ja, ik moet het vak toch ook ergens leren. En hij vond dat een grappige mail. Dus ik werd uitgenodigd voor een gesprek en toen zei hij, ja, wij hebben eigenlijk helemaal geen ruimte voor een redacteur, maar misschien dat we je dan boventallig aannemen voor 3 maanden, dat we het gewoon eens gaan uitproberen. En als het niks wordt, zijn schop ik je eruit. En dan zien we elkaar over een paar jaar misschien weer. Dat je meer ervaring. Een rondtocht maakt en dan terugkomt. Dus ik zei, dat is prima. Ik geef mij maar een contract voor 3 maanden. En zo is dat eigenlijk begonnen daar. En het werd nog een keer verlengd met 3 maanden. En toen ze hadden nog niet meteen vertrouwen om je een half jaar of Nee, maar daarna wel, kan ik je zeggen. Want daarna heb ik samen met Jos van Dongen, die hier trouwens op school heeft gezeten, journalistiek heeft gestudeerd hier in Windesheim, hebben wij de uitzending De Heilige Ajaan gemaakt. En toen viel het kabinet, Balkenende 2. Verdonk kwam in de problemen, omdat ze het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali had ingetrokken. En daarna mocht ik een contract voor 2,5 jaar tekenen. Dus dan mocht eigenlijk, zoals de Paul Wittemans en de Jeroen Pauws, een contract voor een paar jaar tekenen. Maar dat had ook te maken omdat je in die periode ook 3 contracten mocht tekenen. En daarna moest je een vast contract krijgen. Dus dat zou betekenen dat ik dan een jaar contract, en na 1,5 jaar dat ze dan, of dat ik of weg moet. Dus ze dachten, dan maken we die periode van 3 jaar vol en geven hem
2,5 jaar contract. En ik zit nu alweer 17 jaar bij de VARA, nu BNN-VARA, sinds de fusie. Ja. Ja, daar heb je vele documentaires voor gemaakt. Ja, collega's gaven jou aan het begin aan dat je het best spannend vond om voor de camera te staan. Ja. Ja, kan je dit bevestigen? Ja, zeker. Ik vond het ook niet leuk. Ik kan je zelfs nog iets anders bevestigen, dat ik nog steeds niet leuk vind. En ik ben er alleen meer mee leren omgaan. Het hoefde niet van mij. En het is ook heel gek hoe dat is gelopen, want dat kan ik jullie ook nog even heel kort uitleggen. Voordat jullie allemaal in slaap vallen. De VARA en VPRO maakten een docuserie dat heette 10 jaar na 9-11. 10 jaar na de aanslag. En dat was een soort co-productie van Zembla met Tegenlicht. Nou, dat is fantastisch. Hè? Zembla en Tegenlicht gaan samenwerken. Ik werd gevraagd om redactie te doen als researcher voor het eerste deel. En dat ging over de motieven van de kapers van 9-11. En zo gaat het soms in het leven. Er werd eerst één collega ziek. Daarna werd de tweede ziek, vrij ernstig. En zo langzaamaan schoof ik eigenlijk op. Dus het was van redactie naar verslaggeving. En daarna moest ik opeens voor de camera verschijnen. Terwijl ik dat helemaal niet wilde. En zo is het eigenlijk begonnen. En daarna heb ik nog Uitgezet gemaakt. Een vierdelige serie over kinderen, gezinnen die uitgezet zijn, die ik achterna ben gegaan. En daar heb ik me wel mee bemoeid, want ik heb steeds in de montage mijzelf eruit geknipt. Ja. Dus in deel 2 ben ik in totaal in 50 minuten, 50 seconden in beeld. En dat vond ik heel fijn. Ja. En daar waren ze trouwens heel boos over bij de omroep. Van wat is dit voor flauwekul? En hoezo dan? En we horen je alleen en we zien je niet. Wat heb je toen gezegd? Nou ja, ik dacht, het is al prima, het is al uitgezonden. Dus, maar je bent uiteindelijk wel voor de camera gebleven. Nou, daarna heb ik Bloedbroeders gemaakt. En dat was natuurlijk een heel persoonlijk verhaal. En dan kun je niet meer achter de camera. Want dat was een reis die ik samen met musicalacteur Ada Halleje heb gemaakt. Over de Armeense genocide, 6 delen. En dat gaat ook deels over mijn eigen familie. En dan kan dat niet meer. En daarna kun je ook niet meer terug, kan ik jullie zeggen. Want dan, als dan zoiets goed ontvangen wordt, dan zeggen ze ook van ja, sorry, maar we willen alleen nog maar een docuserie met voor de camera. En daarvan zeggen de kijkcijferfetischisten ook dat gewoon werkt. Dat hebben we ook gezien in de serie van Ruben de Lauw, maar ook die van Thomas Erdbrink, die nu wordt uitgezonden deze week, derde deel. Bram Vermeulen, Jelle Brand Corsius, Stef Biemans, mijn schoolmaatje van de basisschool in Nijmegen. Dat met presentator er eigenlijk gewoon meer kijkers zijn. En dat is helaas een feit. Ik had het eigenlijk liever andersom gezien. Niks aan nadelen van mijn lieve collega's die fantastische programma's maken. Maar ik vind dat het soms afleidt. Ja, dat mag precies. Je best weten. Want je hebt onderzoeksjournalistiek als achtergrond door Zembla, voor onder andere. Ja. Is er iets wat je hebt meegenomen uit je tijd bij Zembla, wat je nu nog steeds toepast in de documentaires die je maakt? Ja, Zembla was best wel een harde leerschool, vond ik. Dan heb je vrolijk bij CNN gezeten, wat ook wel een harde werkomgeving was. Maar dan kom je als 26-jarige als broekje eigenlijk binnen met allemaal serieuze onderzoeksjournalisten die de wereld aan het redden zijn, tussen haakjes. Dat was in de beginperiode, vond ik het wel lastig, omdat ik het allemaal te serieus vond allemaal. Dat ik nogal van de grappen ben en dat dan werd gezegd van ja, jij wordt nooit een serieuze onderzoeksjournalist. Dit is helemaal niks. Ik kan jullie misschien wel een leuke anekdote vertellen van een collega die de hele dag rapporten aan het printen was. Elke dag 500-600 pagina's. Dus dan stond je daar bij de kopieerapparaat te wachten totdat hij zijn boekwerk had uitgeprint.
En elke dag. Dus ik dacht, ik kan me niet voorstellen dat iemand de hele nacht 600 pagina's zit te lezen. Dat kan niet. Dus nou, het was lunchtijd. Ik dacht, ik ga naar buiten. Ik heb een grote baksteen gehaald. Die heb ik in papier gewikkeld. Ik heb al zijn papieren uit zijn tas gehaald. Die steen onderin gelegd. En alle papieren erop gelegd. Om te kijken of hij er vanavond achterkomt. Dat onderin de tas, of dat daar een steen in zit. Nou, hij gaat naar huis toe. Ik zag al dat hij het al had weer geprint natuurlijk. Weer gepop. Auto zat ook vol met papier. En volgende dag komt hij terug. Dus ik denk, ja, nu komt het. Nu wordt hij, gaat hij boos worden. En wat een flauwkul. En kinderachtige man ben je. En hij gaat lunchen. En ik zie dat die steen er nog in zit. Onder, nog in die wikkel. Dus ik dacht, ik ga er nog een steen in doen. Ik ga het opbouwen elke dag. Nou, vervolgens is hij er natuurlijk de volgende dag achtergekomen, omdat hij wel vond dat het wel echt heel zwaar was, die tas. En nou ja, de dag erop kreeg ik natuurlijk wind van voren en dat ik niet serieus ben, helemaal niet serieus met mijn vak bezig ben. En ik dacht, ja, maar jij hebt nu wel bewezen dat jij niet die rapporten leest. Dus misschien de samenvatting of zo. En bij Zembla, ja, je leert heel veel. En Ik vond het best zwaar na 6 seizoenen, 20 uitzendingen. Je bent met grote onderwerpen bezig. Je bent grote instituties, klaag je aan. En dan is het vrijdag, denk je, ik ga naar huis toe. 5 voor 5 rolt er een fax binnen van 5 advocaten. Namens Shell of weet ik veel, wie schoonmaakbedrijf, CSU of al die. En dan denk je, oké. En dan ga je toch met een gespannen gevoel het weekend in. Dan denk je, heb ik misschien een fout gemaakt? Zijn we misschien kort door de bocht geweest? Nou, het is ook gewoon mensenwerk, dus we maken ook gewoon fouten. En daar hoeven we ons ook niet voor te schamen. Ik vind wel dat er verschil is tussen willens en wetens iets verdraaien en onbewust, omdat je misschien niet de juiste informatie hebt of niet goed hebt verwerkt of niet goed hebt begrepen. Dat kan, maar dat vind ik nog anders dan dat je iets weet en expres verdraait en daarmee iemand beschadigt of een institutie beschadigt. Dus dan zit je het hele weekend eigenlijk te malen van waar hebben wij fout gemaakt. Want hij wordt uitgezonden en dan kun je niet meer terug. En zo'n dreigbrief is best heftig. Ook als je niet helemaal juridisch onderlegd bent. Dan denk je, holy shit, we gaan naar de kloten. En de Raad van Journalistiek wordt erbij. Alles wordt er bijgehaald. En nu moet ik heel eerlijk zeggen dat ik nog geen gang naar de Raad van Journalistiek heb gemaakt in mijn 19-jarige carrière. Dat het er wel een aantal keren tegenaan zat. Gemeente Almelo, die een keer heel boos was, maar dan toch de uitzending dan laten analyseren door een jurist en dan denken, nee, gaan we toch niet doen, want dan gaan we misschien daar af. En dat zijn wel dingen die waar je ook dingen van leert, ook om ook nog zorgvuldiger te werken en op je hoede te zijn. En dat is geen fijne stress, daar moet je tegen kunnen. Ik weet nog wel dat toen die vacature bij Zembla, toen ik erop reageerde, dat daarin stond, je moet tegen een stootje kunnen en flexibel zijn. En toen dacht ik meteen aan een ander programma, waar we het niet over gaan hebben, van de VARA. Maar dat is wel, je moet wel flexibel zijn in dit vakje. Ja. En ook wel stalen zenuwen hebben. Ja, een docent zei tegen mij ooit dat het werk- en privéleven moeilijk te scheiden is als je onderzoeksjournalist bent. Dat is waar, dat gaat gewoon door. En je kan niet denken van, nou, ik zet zondag mijn telefoon uit, want dat kan heel belangrijk zijn. En dat is niet alleen een onderzoeksjournalistiek, is überhaupt in de journalistiek hoor. Dat hebben bijvoorbeeld politiemensen ook. Die kunnen ook niet denken, ik ga een weekend alles uitzetten en ik doe niks. Je blijft eigenlijk steeds aanstaan. En dat is in de journalistiek ook absoluut. Ja. Ja, dan gaan we nu naar een van de eerste documentaires die je hebt gemaakt. Namelijk Uitgezet.
Ja. Voor die vierdelige documentaire uit 2013 ben je afgereisd naar Irak, Afghanistan, Angola, Armenië en Kosovo. En daar heb je kinderen opgezocht die Nederland zijn uitgezet, zoals je net al vertelde. Ja, uitgezet is in 2019 nogmaals uitgezonden vanwege de maatschappelijke relevantie. Ja. Wat vind je ervan dat die documentaire 6 jaar later nog steeds relevant was? Ja, dat zegt eigenlijk alles, hè. Want we hadden dat toen in die tijd gemaakt omdat het ging om gewortelde kinderen die we in Nederland uitzetten. Nou, de gewortelde kinderen zijn gewoon Nederlandse kinderen. Dan heb je het over toen bijvoorbeeld, als we het hebben over dat verhaal in Kosovo. Die kinderen van dat Kosovaars familie waren in Nederland geboren en woonden 14 jaar in Nederland. Dat zijn gewoon Nederlandse kinderen. Angolese familie ook precies hetzelfde, uit Maastricht. Alle kinderen in Nederland geboren, na 11 jaar uitgezet. En wij dachten van, nou, als we dit uitzenden en we laten zien wat de impact is voor de kinderen die we uitzetten, maar ook voor de kinderen hier. Namelijk vriendjes en vriendinnetjes die van de een of andere dag afscheid moeten nemen van een vriendje of vriendinnetje die dan uitgezet wordt naar eigenlijk een vreemd land. En niet lang daarna is het kinderpardon gekomen. En dan denk je, wij gaan het nu beter regelen. Het is, ja. En dat het dan vervolgens in 2019 nog een keer wordt uitgezonden. En het zou eigenlijk nu ook nog uitgezonden kunnen worden. Zeg eigenlijk dat we toch weinig oog hebben voor asielkinderen. En dat de problematiek eigenlijk niet is opgelost. Dus dan, dat zijn wel van die momenten dat je denkt van, ja, ik kan nog wel 1000 documentaires maken, maar het heeft weinig effect. Wat maakt het in 2019 dan weer maatschappelijk relevant? Was daar een? Nou, toen speelde het dus ook. Er was ook weer een best wel grote groep kinderen die dreigden uitgezet te worden. Ook weer gewortelde kinderen. En daar werd dan ook weer over gesteggeld. Wat is dat dan? Is dat 5 jaar? Is dat 8 jaar? Is dat 10 jaar? En die discussie speelde heel erg. En toen dachten we, nou, misschien is het gewoon goed om hem toch nog 1 keer onder de aandacht te brengen van ook wat het doet met de kinderen daar. Want hoe ik de kinderen daar aantrof, dat was verschrikkelijk. Hè? Dat ik in een krottenwijk in Angola aankwam en dat die kinderen zo intens verdrietig waren. De taal niet spraken, zich ook niet wisten hoe ze zich moesten gedragen daar. Dus een van de kinderen, Rita, die 10 was, die ging naar school toe. Nou, wij leren natuurlijk de kinderen hier om voor zichzelf op te komen, assertief te zijn. En zij had dus klappen gekregen van een docent omdat ze een te grote mond had. Omdat ze het ergens niet mee eens was en de taal niet goed sprak. Nou, en dan, hier in Nederland was dat gewoon? Hè? Hier in Nederland? Nee, dat was weer terug. Nee, dat was toen ze daar in Angola zat. Wij hier leren we de kinderen om voor zichzelf op te komen. Ja. En ze woont dan in een krottenwijk waar kinderen van 14, 15 al zwanger zijn. Dan denk je wel, komt het goed met dit kind hier? Met een alleenstaande moeder en 3 kinderen. Een vrij armoedige omgeving vanuit Maastricht daar naartoe. En dat geldde ook voor het gezin wat naar Afghanistan is uitgezet. En ook naar Irak. En ook naar Kosovo. Eigenlijk alle zaken waren heel verdrietig. Het enige wat het wel heeft opgeleverd was dat het gezin wat naar Armenië is uitgezet, dat ze die terug hebben gehaald. Dus IND heeft erkend dat ze een fout hebben gemaakt. En dat was wel heel grappig. Er werd toen tegen mij gezegd, je mag hier geen rugbaarheid aan geven. Want? Nou ja, omdat ze natuurlijk bang waren dat ze dan nog veel meer mensen moesten terughalen. Ja. Dus die mensen zijn via de achterdeur teruggekomen naar Almelo weer. Marianne en Erik wonen in Nederland. Zijn nu ook volwassen geworden. En nou ja, dan doet het er ook niet toe. We hebben geen schouderklop of iets nodig. Wij zijn al blij dat dan op zijn minst 1 gezin teruggehaald is. Ja, precies. Want in deze documentaire, maar in veel meer van jouw documentaires, komen kinderen als een rode draad terug. Waarom vind je het zo belangrijk om dat verhaal te vertellen? Nou ja, het is misschien heel cliché, maar het zijn natuurlijk de meest kwetsbaren in onze samenleving.
kinderen in elke samenleving. Als je ook ziet in oorlogsgebieden dat het toch echt kinderen zijn die het zwaarst van alle eigenlijk lijden. En mannen vechten op het slagveld en gaan dood. En vrouwen hebben ook weer andere dingen. Als we het over Yezidis hebben, kun je als slavin eindigen in een kooi en op een markt. En kinderen dragen overal de last van. En dat zag je ook in de serie Op zoek naar het paradijs. Dat Yezidi-vrouwen de verkrachtingskinderen achterlaten omdat ze niet terug mogen keren in hun samenleving. En ik in een weeshuis, in een opvanghuis was, waar 48 kinderen zaten die achtergelaten zijn. En waarvan je echt vraagt van, komt het nog goed met die kinderen? En dat ze zich ook gaan afvragen, waarom heeft iedereen ons verlaten? Ja. Wat hebben wij misdaan eigenlijk? En dat zie je overal terug. En dat zag ik ook op vluchtelingenkampen terug. Misbruik van kinderen, maar ook orgaanmafia die als aasgieren rondom vluchtelingenkampen loert om organen uit volwassenen, maar ook uit kinderen te halen. Dus ik kwam ook een kind tegen van 8 waar ze een nier uit hadden gehaald met het idee, met het verhaal, met 1 nier kun je ook 100 worden. Ja. Ja, in deze documentaire serie en veel meer maak je niet alleen, maar met een heel team. En een van de mensen die wij hebben gevraagd, die heeft ons verteld hoe het is om met jou te werken. Oh. Laten we daar even naar kijken. Ik weet nog dat met een uitzending moest Sinan overleggen met een voorlichter. En die gesprekken worden altijd opgenomen, want voorlichters kunnen wel zeggen van, hey, dat heb ik niet gezegd. Dus dat wordt opgenomen. En dat was echt belangrijk. Het was heel veel gedoe. Met de eindredacteur zaten we te kijken. Eindredacteur kreeg een telefoontje binnen. Ja, dat hebben we nooit gezegd en noem maar op. En de eindredacteur zei van, toentertijd, want nu zijn we zelf onze eindredacteur. Zei van, ja, maar ik wil dat tapeje luisteren. En het duurde maar tot op die tape, totdat we de overeenstemming tussen de voorlichter en Sinan hoorden. Dus dat duurde maar, en die eindredacteur die had zoiets van, ja, maar je hebt het helemaal niet gezegd. En ik zat daar zo en ik dacht, ja, maar ik kan me niet voorstellen dat Sinan opgehangen heeft zonder overeenstemming. En jou, hoor, helemaal aan het einde stond dat op het tapeje. Sinan opgelucht, want hij begon zelf ook al zo van, oh, heb ik het wel? En ik opgelucht, en dat is vertrouwen. Ik bedoel, als je in een team, als je met 2 of met 3 echt goed kan werken, en dat je elkaars zwakheden opvangt en elkaars kracht versterkt, ja, dan moet je vasthouden, dat moet je uitwerken. Dat is zeldzaam. Dus dat is bij ons vrij snel ontstaan. En, geef ik een geheimje prijs, de kern daarvan is dat wij allebei sterke moeders hebben. Ja, Thomas, heb ik voor het eerst bij Zembla meegewerkt. 5 uitzendingen gemaakt en daarna een aantal docuseries. Arabische Storm, onze missie in Afghanistan, voorbij de grenzen van Saudi-Arabië. En nu dus op zoek naar het paradijs. Ja, ik weet nog welke zaak dat was. Dat was namelijk met gemeente Almelo. Wij zouden iets herhalen. En toen had ik de voorlichter gebeld van, joh, wij kondigen aan dat we het gaan herhalen. En dit is de slottekst die aan het eind van de herhaling, wat wij in een soort kaartje gaan laten zien. En hij zei, nou, lees het voor. Nou, ik lees dat voor aan hem. En hij zei, prima, oké, dit is goed. Vervolgens, 3 dagen later, wordt er in de krant aangekondigd, in de Tubantia, dat de gemeente Almelo een rechtszaak gaat beginnen tegen ons. Naar aanleiding van die herhaling. Want wij hebben dat niet met ze overlegd. Oké. Ik dacht toen wel, en dat is dan misschien wel, ik heb wel en ook geen vertrouwen in de mensheid, maar weinig vertrouwen in een voorlichter. Dus ik had dat opgenomen, dat gesprek. Omdat het anders een soort wel eens en niet eens wordt, en dan daar kom je toch niet uit.
Dus ik had dat netjes opgenomen, dat gesprek met hem. En vervolgens heb ik natuurlijk de gemeente gebeld, zelfs de burgemeester. En heb ik gezegd, als je één tel even wacht, dan zet ik even iets aan, kun je even meeluisteren. En dan zie ik het wel, dan zien we elkaar bij de rechtbank. Vervolgens de dag later, de gemeente Almelo heeft toch na de inzien gaat het toch niet doen, want het geeft veel aandacht aan Zembla en dat verdienen ze niet. En dacht, ja prima, het zal wel. Het is wel jammer dat je dan dus wel constant op je hoede moet zijn. Maar het is dan heel belangrijk dat als je in een team werkt, zoals ik met Thomas en ook met anderen werk, dat we elkaar wel vertrouwen. En als ik zeg van, ik heb dat wel besproken met hem, dat je dat ook gewoon gelooft. Ook als het niet is opgenomen, bij wijze van spreken. Dat je weet dat ik daar niet ga liegen. En van van de moeders klopt, ja. Heb je een mooiste moment met Thomas? Ja, wij met Bruce Amende ook, bijvoorbeeld de reis die we hebben gemaakt. En dat is wel mooi hoe gepassioneerd wij met z'n drieën werken. Thomas is wel degene die de zwaarste last heeft van iedereen. Dus het is altijd mooi om als presentator te shinen. Hij is degene die het maakt. En wat houdt dat in, dat maken? Dat maken houdt in dat we samen een voorstel schrijven, een programmavoorstel. Vervolgens researchen. Hij script dat. Hij doet de regie. Hij heeft ook de plaatsen het geluid gedaan. Vervolgens komen we terug, gaat hij spotten. En maakt hij een montageplan. En gaat hij monteren. En schrijft de teksten. Dus dat is eigenlijk heel veel. Ik heb eigenlijk het makkelijkste werk, vind ik. Namelijk een beetje rondlopen en dom gelul. Maar Bruce ook, die staat met een camera van 5, 6 kilo op 50 graden te filmen. Dat is echt, die is dan ook echt op na zo'n dag. Die kunnen we bijna dragen. Maar iets wordt mooi als je dat met gepassioneerde mensen maakt. En dat heb ik, waarin teamwork heel belangrijk is. Wat heel bijzonder aan Op zoek naar het paradijs is, dat 80-90% van alle verhalen spontaan zijn. Dus het is helemaal niet voorgeproduceerd. Wat we wel hebben bepaald is de route die we zouden afleggen. Dus we wisten, we beginnen in de Ararat. We dalen af naar waar mijn ouders vandaan komen. En we eindigen in Alkuna, waar de Eufraat en de Tigris elkaar raken. En dan onderweg kom je dan allemaal mooie mensen tegen. En dat heeft ook te maken met, als je ervoor open staat, dat die verhalen ook echt naar je toe komen. En dat geldt voor ons alle drie. Maar heel veel verhalen zijn spontaan. En je ziet dat ook aan de uitzending, technisch gezien. Want er is geen serie waarin ik zo vaak op de rug ben gefilmd. En dat betekent dus dat ik voor het eerst naar iemand loop. Normaal zou Ivonie, dan staat de camera al binnen, hè? En dan belt hij aan. En dan weet je, ja, dat is gespeeld. Want degene die geïnterviewd wordt, heeft ook al een microfoontje op. En de camera staat binnen. Maar nu, als je goed kijkt, zie je dus ook vaak wat niet heel erg mooi is. Iemand constant op de rug filmen. Maar dat is omdat het de eerste ontmoetingen zijn. En we wilden het zo echt mogelijk maken. Weinig scripten. Er zijn ook collega's die in een documentaire wel eens een acteur hebben ingezet, omdat ze een bepaald verhaal nodig hadden. En dus je kon er niemand vinden, maar het verhaal was echt en het bestond. Dus iemand moest dat verhaal vertellen. Ja, dat zouden wij dus nooit doen. Als we het niet hebben, dan hebben we het niet. Want hoe bereid je zo'n reis dan voor? Je hebt dan die drie punten waar je heen wil. Ja. En verder is het allemaal. Nou, de steden zijn duidelijk. Dus ja. Ik wist bijvoorbeeld ook dat ik naar Ur, naar de Ziggurat zou gaan. Ook naar Babylon. Maar je weet dan niet wie je daar tegenkomt. En dan heb je ook het geluk dat er een leuke gids is. Er is altijd een gids daar. Maar dan moet je kijken dat het ook nog iemand is die leuk is. En sommige mensen die hebben we echt spontaan ontmoet. Gewoon echt met
met heel veel geluk. En, maar de route hadden we al een beetje vastgelegd. En die route die hebben wij niet verlegd of zo. Die was wel echt zoals we dat hadden gegeven. En op die route eigenlijk die mensen ontmoet. En veel ontmoetingen dus echt spontaan. Niet van tevoren geproduceerd. Kan ook niet van tevoren. Als jij tegen mij zegt, ga jij een visser produceren in Raqqa? Ik zou niet weten hoe ik zou moeten beginnen. Nee. Ja, niet alleen met Thomas heb je veel documentaires. Wie hebben jullie nog meer gevraagd? Niemand meer hoor. Nee hoor. Maar je hebt met veel meer verschillende mensen samengewerkt. Maar ook heel veel heftige dingen meegemaakt. Ja. Zo heb je een aanslag meegemaakt. Ja. Je hebt massagraven gezien. En bovenal de wanhoop en angst met mensen. Namelijk in het Midden-Oosten. Hoe ga je om met al die heftige ervaringen? Ja, daar weet ik ook eigenlijk niet hoe ik ermee omga. Maar het is gewoon, het is een stuk, ja, het is werk geworden op een gegeven moment. Maar je went er ook nooit aan, moet ik je zeggen. Het begon bij Uitgezet toen een bom ontplofte, waar ik heel dichtbij stond. 15, 20 meter. En een autobom. En daar kwamen 30 mensen om en 90 gewonden. En, waar was dit? In Kerkhoek. En de ledematen lagen gewoon over de straat. En dat was voor het eerst dat ik met zoiets te maken had. Dus ik heb een soort blackout gehad van angst. Dat ik niet meer wist wat ik moest doen. Dus ik stond verstijfd. Niet wetende en ook nog nooit zoiets meegemaakt. En vervolgens maak je ook nog andere dingen mee. We zijn nog een keer opgepakt door een jihadistische militie in Libië. En dan word je gewoon in een kamer gestopt, deur op slot. Met gewapende mannen en hopende dat het goed afloopt. En niet dat je ergens in een oranje overal eindigt op een video. Meerdere bomaanslagen ook. En een hinderlaag in Afghanistan. En ik denk dat we veel geluk hebben gehad. Soms misschien ook denk te naïef ook. Blijven dan toch een beetje ook daar de Hollander. Met in, ja, de gids die zegt dat, dus dat zal wel zo zijn. Mm-hmm. Maar wie zegt dat de gids niet voor de Taliban werkt? Voor die partij is, ja. En dus je komt ook in een soort wespennest terecht, waarin je ook niet soms weet welk belangen spelen er hier. En waar sta ik op dat schaakbord? Hè? Ben ik pion of zonder dat ik dat weet en word ik ergens in gebruikt. En dat is wel lastig. En dat is ook lastig, en dat is ook lastig voor mijn collega's, als je embedded meegaat. Als jij, en dat heb ik ook gedaan, 3 keer met het Syrische leger, met het Syrische regime meegaat. Ja, ik kan je uittekenen wat zij aan je willen laten zien. En wat ze absoluut niet willen laten zien. En dat geldt ook voor al die andere partijen. Dat geldt ook voor de Taliban, die ik ook wel eens heb geïnterviewd. Dat het werken soms lastig daar ook maakt. Dat betekent niet dat ook als je embedded meegaat, dat je niet kritisch kan zijn. Dat kan je juist wel. Maar het is wel lastig. Om jullie een voorbeeld te geven. Wij waren met Thomas samen voor de Arabische storm in 2016 in Damascus. En dat was... we waren daar na de gifgasaanval in Jobar, in die wijk. Het is je hebt de stad Damascus en er is een soort cirkel van voorsteden eromheen. Dat noemen ze Ghouta. Maar wij wilden graag naar die wijk. Omdat, ja, daar hadden we beelden van gezien. Namelijk gifgasaanval en noem maar op. Nou, je weet al, als je dat verzoek neerlegt bij het van ja, wij willen in Damascus draaien, maar we willen ook in Jobar daar. Dan weten zij al, wij weten al waar zij op uit zijn. Dus ik heb op die kaart gekeken naar een andere wijk. En er was een wijk en die heette Ein Tarma. En dat lag ernaast. En daar waren iets minder probleem. Dus ik heb gezegd, ja, wij willen eigenlijk naar die wijk, hoe mensen daar toch in die puin.
leven en hoe ze daar proberen te overleven en noem maar op. Hebben jullie daar een gezin voor ons? Ja, dat hadden ze natuurlijk wel. En die was natuurlijk pro-Assad ook. En die mochten we interviewen. Nou, daarvan wisten we al, die gaan we interviewen, maar dat gaan we niet gebruiken. Houd de camera, zoals we dat noemen. Ik dacht, als ik dat gezin heb geïnterviewd en ik ga even door die wijk lopen, steek ik gewoon de straat over en dan ben ik in Jobar. Want zo dichtbij is het. En dat hebben we gedaan. We hebben daar gefilmd. Totdat ze wakker werden en zoiets hadden van, wacht even, je bent in een andere wijk terechtgekomen. Ik zei, ja, ik wist niet dat dit een andere wijk was. Maar ja, het is gewoon parallel aan elkaar. En dat geloofden ze? Nou ja, niet helemaal, maar ze hebben natuurlijk iets van voordeel van de twijfel. Dan denken ze, oké, dit schrijven we op, hè, dat hij dit heeft gedaan. En dan gaan we kijken of hij volgende ding een keer ook nog fratsen heeft. En ik kan je nu na 3 keer zeggen dat ik niet meer welkom ben daar. En de laatste keer ben ik ook aangehouden bij de grens. En werd ik ondervraagd door de geheime dienst. Of ik niet voor de Nederlandse geheime dienst werkte. En dus dat, ja, dat weet je op een gegeven moment. En dan is de deur gesloten. Maar ja, het zij zo. We gaan natuurlijk geen propaganda van het regime uitzenden. Dat doe ik niet aan mee. Maar dat zijn van die dingen die het wel lastig maken. En dat is dan nu gelukt. Maar het had ook zo gekund dat het niet gelukt was. Dat het niet lukt dat je in die wijk komt. En ik doe daar een stand-up, hè, want er is niemand om daar te interviewen. Maar wel van, hier is die gifgasaanval geweest. Wauw, ja. Naar aanleiding van de onderwerpen die jij bespreekt in je documentaires, krijg je soms ook bedreigingen. Ja. En je hebt zelfs overwogen om te stoppen met het maken van series / docus over thema's gelieerd aan moslim-extremisme. Ja. Weegt het aan de kaak stellen van deze misstanden dan toch zwaarder dan je eigen veiligheid? Ja, het is een lastige, hè? Die vraag zou je bijna aan Peter R. ook moeten vragen. Ja. Of aan al die journalisten die in de afgelopen jaren vermoord zijn. Ik ben even haar naam vergeten, collega in Malta, die mevrouw die vermoord is. En in Israël ook nog. Israël, in Turkije is een lang geleden een journalist vermoord, waar ik heel erg van onder de indruk was. Een onderzoeksjournalist die had ontdekt dat er in de Turkse overheid, dat er een deep state is die met de maffia samenwerkt en met terreurorganisatie. Dus dat die drie elkaar, en dat is best wel gevaarlijk terrein als je dat bij elkaar brengt. Want het gaat ook over corrupte ambtenaren, maar ook over corruptie binnen de politie. En hij is in de jaren 90 hebben ze zijn auto opgeblazen. Naar aanleiding van deze ontdekking? Ja, 91. Ik was toen 14. Was daar heel erg onder de indruk. En ik kan je zeggen, er hangt één foto van één journalist in mijn werkkamer en dat is zijn foto. Oer Mumje heette die. Hij was heel moedig. Hij wist ook van, dit ga ik waarschijnlijk niet overleven. En dat is ook zo gebeurd. Zo. Ja, of dat weegt. Ja, je hoopt dat het iets teweeg brengt, de verandering teweeg brengt. Dat de wereld er mooier op wordt. Maar de vraag is, wordt de wereld daar mooier op? Als je naar al die offers kijkt van die journalisten. Ook die journalisten die dan in oorlogsgebieden zijn omgekomen. Hè? Ook bijvoorbeeld oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans, hè, die in Libië is omgekomen. Ik weet het niet. Ik vind dat een lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat ieder dat voor zichzelf moet beantwoorden. We kunnen ons ook laten gijzelen. En denken, nou, we zijn bang en we gaan bijvoorbeeld over die hele kliek van Taghi niks meer schrijven. En de mensen die het wel doen, ja, die leven in een kelder, zoals we weten. John van de Heuvel. John van de Heuvel en Paul Vugst, andere collega die lang bescherming, beveiliging heeft gehad. Ik denk dat een ieder dat zelf voor zichzelf moet bepalen. En ik snap ook als mensen zeggen, ja, hier heb ik geen zin in. Mijn leven is te waardevol en te kostbaar. Ja. En er gaat toch niks veranderen met mijn dood. Ja, daar zit ook iets in.
eerlijk gezegd. Maar ik vind het wel belangrijk, als we dan even op mij betrekken, om dat wel te doen. Ik vond die verhalen ook belangrijk. Ik vond het ook belangrijk om die IS'ers te interviewen. Ruim 300 mensen die uit Nederland zijn vertrokken en in Europa een paar duizend zelf. Waarom is het dan belangrijk om ook IS'ers bijvoorbeeld aan het woord te laten? Omdat om het kwaad te begrijpen moet je ook met het kwaad praten. Het enige manier om te begrijpen waarom deze, in ieder geval een poging doen om te begrijpen waarom deze mensen zo verknipt en gewelddadig zijn. Dat kan alleen maar door met ze te praten. En door met ze te praten kun je het beter begrijpen. En als we het begrijpen, kunnen we het misschien ook nog aanpakken. Dus dat is ook de reden waarom je Samir Azouz hebt geïnterviewd? Ja, ook. Kijk, bij Samir Azouz was het zo, ik had hem eigenlijk voor de Lokroep geïnterviewd. Maar hij wilde niet dat uitgezonden zou worden. Later dacht ik, ja, ik vind het te waardevol ook om dit niet uit te zenden. Het is niet iemand die heel vaak een interview heeft gegeven. Op tv sowieso nooit. Dat wordt dan uitgezonden. Vervolgens, en zo gaat het nu eenmaal, kijkt het OM mee. En die denken, hey, wij zien drie stukken in die docu die wij in het strafdossier gaan meenemen. En dat is ook met die andere IS'ers die ik heb geïnterviewd. En dat zorgt bij een groep mensen voor heel veel woede. Die zeggen dan van, ja, het lijkt wel alsof wij voor het ministerie van Justitie werken. Ja, maar jongens, ik interview en tv is openbare bron, dus iedereen mag daaruit plukken. En ook, ik zou ook kijken als iemand een IS'er interviewt in een kamp in Syrië, wat hij allemaal te melden heeft. En dat iemand dan ook gaat zeggen van ja, ik heb niks met democratie en met de rechtsstaat. En ik ben eigenlijk niet gederadicaliseerd en ik sta waar ik sta. Ik zou daar ook naar kijken. Maar dat is de verantwoordelijkheid van een journalist niet. Dat spijt me. Ik bedoel, wij zijn er om ze te interviewen. En dat wordt uitgezonden. En het is de verantwoordelijkheid van de persoon zelf die dat interview geeft. Dus dan kun je wel boos zijn dat delen van jouw interview in een strafdossier zitten. Maar je had ook kunnen zeggen, ik geef je geen interview. Ik kan je niet dwingen om een interview te geven. Ja. En dan gaan we nu even door naar je nieuwste serie, ja. Sinan op zoek naar het paradijs. Want daarvoor ga je terug naar de Eufraat, waar je als kind veel bent geweest. Hoe was het om daar weer terug te zijn? Het was heerlijk. Het was ook echt een genot om deze serie te maken. Ik ben echt nog nooit zo blij geweest in mijn 19-jarige carrière in de journalistiek om iets te maken waar je echt gelukkig van wordt, om de mooie meeslepende verhalen aan elkaar te rijgen in een mooie potpourri. En dat ook aan de Nederlandse kijker te laten zien, waarin je 10 jaar de ellendige verhalen van die regio hebt laten zien, om nu eens een keer die verhalen die je de hele tijd links liet liggen, juist die nu op te pakken en die andere ellendige verhalen eigenlijk rechts te laten liggen. En om zo'n hoopvolle, poëtische, romantische, zachte serie over het Midden-Oosten te maken. Van een man van 83 die zich op een eiland heeft teruggetrokken en bomen plant ter nagedachtenis van zijn vrouw en hoopt dat hij daarmee de wereld gaat redden. Of een man die 70 jaar op zijn moeder heeft gewacht. Of vrouwen die de kinderen van de vijand op een liefdevolle en menselijke manier verzorgen. Omdat ze vinden dat het kinderen zijn en kinderen niks kunnen doen aan wat hun ouders hebben gedaan. Nou ja, en zo hebben we natuurlijk 4 delen gemaakt. We hadden wel heel veel moeite om te kiezen, dat kan ik wel zeggen. Thomas had best wel veel stress. We hadden namelijk te veel goed materiaal. En dan heb je een probleem. Heb je veel daarvan moeten weglaten? Ja, we hadden veel moeten weglaten. Het probleem is dan, als je nu eenmaal bij de NPO hebt gezegd, het wordt 4 keer 45 minuten, dat zetten ze dan in het schema. En dan lukt het niet meer om daar 6 keer 45 minuten van te maken. Of 5 keer 50 minuten van te maken. Dus die schema's worden al best wel lang van tevoren gemaakt. Dus dat kon niet meer. Maar het is wel verdrietig, kan ik je zeggen. We hadden er nog best wel één mooie uitzending uit kunnen halen. Dus dat gaat niet gebeuren. En YouTube mag niet van de NPO. Helaas. Heb je één favoriet verhaal? Wat er wel in is gekomen of wat er niet in is gekomen?
Mijn favoriete verhaal is van de Eilandman. Dat vond ik het mooiste verhaal. Daar had ik een hele uitzending wel naar willen kijken, naar die man. En een verhaal wat er niet in is gekomen. Er zijn twee verhalen die ik heel mooi vond, die er helaas niet in zaten. Eén was een vrouwendorp in Noord-Syrië. In het puntje van Noord-Syrië hebben vrouwen een dorp opgericht. Een soort Asterix en Obelix dorp. In een nogal gewelddadig gebied. Hebben dat omheind met hekken, 20 huisjes. En beschermen dat ook met Kalashnikovs. Mannen zijn niet welkom, behalve om te werken. En daarna moeten ze oprotten na 5 uur. Dus ik werd 4:55 werd ik voor de poort gezet. En moest ik weggaan, want ik had genoeg gefilmd. En wat mooi is, dat zijn vrouwen die tegen IS hebben gevochten. Vrouwen die een partner hebben verloren. Vrouwen die verstoten zijn. Vrouwen die met eerwraak of huiselijk geweld te maken hebben. Er was ook nog een Yezidi-vrouw met het syndroom van Down die verstoten was. En die hebben elkaar gevonden daar. In dat dorp. Hebben steun aan elkaar. Bakken brood. Verzorgen de gewassen. Dansen met elkaar. Huilen. En hebben elkaar daar gevonden en hebben een vrouwendorp gecreëerd, waarin ze hun eigen paradijs hebben gecreëerd in een nogal gewelddadig gebied. Dat was wel een verhaal waar ik met heel veel pijn dat er niet in. Het is niet gelukt. Ook omdat het een vrij gekke bocht was naar het binnenland toe. Dus we komen al van de grens af, zeg maar. En dan komen we in Kobane terecht. Dus dat was jammer. En er was nog ik had nog een vriend ontmoet in Bagdad. En die ik ook al een tijdje niet had gezien. En dat was ook een leuk interview. Wetende dat hij degene is die de schoen naar Bush heeft gegooid. Ooit in 2008. En het was heel grappig, want voor de ontspanning wil hij altijd pingpongen. En dat hebben we weer gedaan. En dan tijdens pingpongen wel de meest gruwelijke dingen besproken. Omdat hij namelijk zelf ook al een paar aanslagen heeft overleefd. Maar jullie kennen dat beeld vast wel van die journalist in 2008... die 2 keer schoen naar Bush gooit, die heel goed weg daar. Wij hebben elkaar ooit in 2016 ontmoet bij Arabische Storm... en zijn toen bevriend geraakt. Muntazar Al-Zaidi heet hij. Iraakse journalist. En nu zit hij in de politiek. Ja, want dat paradijsje, zei het net al even kort. Je hebt die vraag vaker gekregen, maar heb je dat uiteindelijk gevonden? Ja, ik heb het gevonden in die verhalen. Ik heb eigenlijk, wat ik zocht, was meer het paradijs van die mensen die ik zelf daar heb ontmoet. Mm-hmm. Hoe creëren zij hun paradijs? En de een op een eiland, de ander wachtend op zijn moeder. We hadden nog een archeoloog, hè, die droomt van een grote ontdekking ook. Dus ja, in ieder eigenlijk in dat gebied probeert zijn eigen paradijs te creëren. Zoals we dat hier ook doen, namelijk een gelukkig, liefdevol leven. Hoop op een mooie toekomst. En vooral op mooie dagen en iets minder tegenslagen in het leven. Ja, in de eerste aflevering van je serie ben je in gesprek met Etem Kılıç, heet hij. Mm-hmm. Ja, de Eufraat vormt de cultuur, zegt hij. Ja. In hoeverre heb je dat ook gezien? Nou ja, niet alleen cultuur, maar gewoon überhaupt de hele beschaving. Dus je ziet ook gewoon de kracht van water ook in dat gebied. Hè, van twee grote rivieren, Eufraat en de Tigris. Zoet water natuurlijk, hè, al heel belangrijk. Als drinkwater, maar ook je ziet ook hoe ze irrigatietechnieken hebben ontwikkeld. Maar ook de eerste steden. In dat ene stadje waar ik was, Urkesh, die door de man van Agatha Christie is gevonden. Ook gewoon muziek, gewoon op steen, gecomponeerd. En dat is wel mooi. Nou ja, ook tijd, hè. Zoals de Sumeriërs het getal 60 hebben geïntroduceerd. 360 graden ook, bijvoorbeeld. Dus zij wisten dat de aarde rond was, al 5000 jaar geleden.
Terwijl de katholieke kerk nog niet zo lang geleden pas excuses heeft aangeboden voor... dus je ziet dat ook hoe de kracht van water en wat dat heeft betekend voor dat gebied ook. En vruchtbaarheid, maar ook ontwikkeling, de eerste steden, landbouwtechnieken, in alles eigenlijk. Zonder de Eufraat en de Tigris, eigenlijk geen beschaving daar. Ben je eigenlijk van plan om voor altijd journalistiek werk te blijven doen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het op een gegeven moment goed is om te stoppen. Wanneer dat momentum is, dat weet ik niet. Maar dat momentum gaat komen. En dan denk ik dat ik ermee ga stoppen. Is ook goed. Maak weer ruimte voor iemand anders. Misschien voor jullie. Of anderen die hier in de zaal zitten. Heb een einddoel in dit leven. Ik hoop dat lukt. Ik heb nog niet zo lang geleden een stichting opgericht. Shams Rumi heet dat, voor oorlogskinderen. Ik had heel veel moeite elke keer met verhalen gaan halen. En toch ook niks achterlaten, gevoelsmatig. Dus ja, ik kan wel 1000 documentaires maken. Maar wat levert het... wat draagt het bij aan een betere leefomgeving van dat kind zelf daar... Het niet eens 1%. En toen dacht ik, nou, dat was ook een beetje geïnspireerd op een interview van Anthony Bourdain. De tv-kok, die helaas niet heel oud is geworden. En die had in een interview gezegd van dat reizen soms pijnlijk en verdrietig is. En dat het heel veel sporen nalaat in je geheugen en in je geweten en in je hart. Maar dat het mooi is om iets moois mee te nemen, maar ook om iets moois achter te laten. Een soort kleine footprint. En ik heb dat heel letterlijk, gepakt. Mist hij dat eerst? Nou ja, ik vond dat gewoon een beetje lastig. Want dat, ja, je laat al die kinderen achter en dan wordt dan heel snel tegen mij gezegd... ja, maar jij bent geen social worker en je werkt niet voor een NGO. Ja, maar je bent ook gewoon een mens. Ik bedoel, je komt ergens en je laat die kinderen achter. Dat vind ik al heel lastig. Maar iets kleins, dat kan toch wel. Dus ik heb toen, elke keer als ik ergens naartoe ging, dan lieten we iets na. Dus de ene keer heb ik winterkleren gekocht voor weeskinderen. We hebben nog een schooltje opgebouwd. Bijvoorbeeld de school van Elias. In de klas van Elias, daar zaten hele grote mortiergranaten in. Waar allemaal kleine kinderen dan in de klas zitten. En ik dacht dat die gaten moeten dichtgemaakt worden en dan moet er een mooi verfje op en misschien nog wel een Disney-tekening op. Dat het weer in die ellendige stad Aleppo weer fijn is om in ieder geval op die school even te vergeten wat er verder in de stad aan ellende zich voltrekt. Dus dat heb ik heel vaak gedaan. En toen dacht ik, ja, dat doe ik dan, ga ik in een stichting doen, kleinschalig. Dan koppel ik het ook los van... BNN VARA, die dat ook moeilijk vonden. Want dan deed ik een oproep via de VARA-gids. En dan kwam er 25.000 euro bij. En dan hadden ze allemaal stress. Van ja, we zijn nu verantwoordelijk voor dat geld. En hoe gaat dat dan? En dit willen we niet. En we zijn een omroep. En dat snap ik ook. Dus dat heb ik nu ondergebracht in een stichting. Die nog een beetje een opbouw is. Omdat ik nog echt heel druk ben. Maar het grote plan met deze stichting is om een soort weesdorp of een weesboerderij, hoe je het ook wilt noemen, ergens in het gebied waar mijn ouders vandaan komen. Om die kinderen die ik toen allemaal heb achtergelaten, om ze dan echt mee te nemen. En ze niet een tweede, want ze hebben vaak ook niet een eerste kans in het leven gehad. Om ze daar dan te proberen om daar fatsoenlijke volwassen van te maken. En daar zou ik dan wel willen wonen, ja. Dan stop ik ook in de journalistiek. En dan word ik een soort oppersmurf daar. Ja. Waar we alle Gargamels buiten proberen te houden natuurlijk. Precies. Ja, dus dat is het einddoel. Dus ik weet nog niet hoe lang ik doorga. Ik weet wel dat zolang ik het nog leuk vind en de passie heb, dat ik doorga. En dat ik daarna hoop ook op een mooie generatie jonge journalisten zoals jullie, om die stok ook over te dragen aan jullie. En dat ik rustig op tv of online waarschijnlijk, dan is er misschien geen tv meer, kan kijken naar al het moois wat jullie gaan maken. Is er nog één ding wat je graag wil maken?
voordat je stopt? Ja, er zijn nog wel een paar dingen die ik heel graag wil maken. Maar als je zegt van, nou Gina, je mag nog één ding maken en dan stopt je carrière. Ja, ik zou nog wel een serie over Rumi willen maken. Dat is een 13e eeuwse Perzische Soefi-dichter, mysticus. Waar ik zelf heel erg geïnspireerd door ben, maar ook heel veel troost haal uit zijn boeken. Waar je stichting naar is vernoemd. Maar mijn stichting ook is naar Shams Rumi. Dus dat Shams, dat was zijn soulmate. Dus ik wilde. Het is ook een vriendenstichting, zo zie ik dat ook. Daarom heb ik het ook genoemd naar twee vrienden. En dus daar zou ik nog wel een mooie zesdelige serie over willen maken. Hij is geboren in het huidige Afghanistan, Noord-Afghanistan. Zijn geboortehuis staat er nog, deels. Dus daar ben ik ook geweest, 5 jaar geleden. En hij is toen met zijn vader op zijn 5e, heeft hij 14 jaar gereisd door het Midden-Oosten. En ik zou graag diezelfde reis willen maken. En vooral de thema's willen aanraken die hij ook aanraakt. Liefde, afscheid van dierbaren, tolerantie, samenleven. Eigenlijk al die mooie humanistische waardes die terugkomen in wat hij allemaal schrijft. Dus dat zou ik nog wel, als ik dan echt nog één ding mag maken, dan is dat... Kan je bevestigen dat het komt of is het slechts een idee? Nee, het is een idee. Het is ook niet in de pijpleiding, kan ik je zeggen. Het zou ook nog zelfs kunnen dat ik dat een eigen beheer ga maken. En gewoon voor YouTube of wat dan ook. Dus daar is ook nog geen plan voor. Maar het is wel iets wat ik graag zou willen. Dat, als je zegt, hoe wil je het afsluiten? Ja, zo zou ik het wel willen afsluiten. Mijn carrière. Ah, mooi. En dan gaan we even naar onze studenten in het publiek. Ja. Want we zijn wel heel benieuwd of daar nog vragen van zijn. Ja, die willen graag ook beter worden in de toekomst natuurlijk. Ik hoop het. Ja. Ja, waarom niet? Ik bedoel... Oké. Ja. Hoi, ik vraag me af hoe je aan dat soort bijzondere verhalen komt. Hoe vind je die mensen? Hoe vind je zo'n vrouwendorp? Hoe vind je zo iemand? Ja, dat is mijn vraag. Ja, hoe je aan die verhalen komt. Ik denk als je je open stelt voor die verhalen. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar als je oren open, ogen open houdt. En ook een beetje je hart open houdt daarvoor. Dan rollen die verhalen je kant op. En dat heeft ook te maken met als je ook rustig reist, dus de tijd neemt. Als je ergens een halve dag bent, dan weet je ook van... ja, dan moet je echt veel geluk hebben om een goed... Ik moet je ook zeggen, we hebben een aantal keren geluk gehad. Dus dat ook nog. Dat vindt de cameraman Broes niet leuk, maar ik ga het toch vertellen... wij hadden bijvoorbeeld op de boekenmarkt in Bagdad hadden we gedraaid. Dat was onze eerste draaidag in Bagdad. Vervolgens hebben we daar wat mensen geïnterviewd. Mooie draaidag. En 's avonds, wat de cameraman dan doet, is eigenlijk alles op een harde schijf zetten. Het kaartje van de camera wordt op een harde schijf gezet en op nog een harde schijf. En dan wordt het gewist. Maar Bruce had dus de kaart gewist per ongeluk. Dus we hadden dat kun je ook niet meer terughalen. Dus die draaidag die was weg. Nou, dat is echt groot paniek, hè? Ik bedoel, als je dat overkomt. Ik denk dat je dat ook één keer overkomt. Want dat was Broes ook in zijn 25 carrière niet overkomen. Hij was ook heel verdrietig. Dus dat deed... maar ik zei tegen hem van Broes, we zijn toch in Bagdad. Dus we zouden er nog een keer naartoe kunnen gaan. En dan filmen we weer, komen we andere mensen tegen. Dus het blijft spontaan. We hoeven niet te ensceneren. En nou, dat hebben we toen gedaan. En daar kwamen die mevrouw tegen in het café. Die de dag daarvoor niet in dat café zat. En ze had zo'n mooi verhaal dat ik dacht, ja, dit, blijkbaar moest dit ook gewoon ons pad kruisen. Want ik vond dat een van de mooiste verhalen namelijk. Samarkand heet ze. Voor de mensen die het niet hebben gezien. Haar vader was biochemicus in de tijd van. Chemicus in de tijd van Saddam Hussein. En Saddam Hussein wilde dat hij een chemisch wapen zou maken. En die man heeft dat geweigerd. Die vond namelijk dat hij niet de wetenschap in was gaan om de mensheid te vernietigen, maar om het te helpen.
heeft hem een jaar lang in de gevangenis gegooid om hem te breken. En is niet gelukt. En heeft haar laten oppakken, de dochter. En ook gemarteld. En je kan je natuurlijk ook nog wel bedenken, ook nog andere dingen gebeurd die gruwelijk zijn in een gevangenis in de jaren 90 in Bagdad. Haar vader is omgekomen in de gevangenis, is doodgemarteld. Ze hebben haar vrijgelaten. Maar zij mocht van de familie van haar moeder, want haar vader was er niet meer, haar grootste steunpilaar, niet meer studeren. Dus ze moest stoppen met de studie. Ze werd uitgehuwelijkd aan een man die 30 jaar ouder was. En ze moest een niqab dragen. Dus geheel gesluierd. Niqab, burka. En daar heeft ze 20 jaar over gedaan om van die man en de niqab af te komen. Heeft daarna haar studie afgerond. Is ook gelukt. En heeft kort daarna 2 keer kanker gekregen. En ze vertelde het op zo'n manier dat je denkt van, nou, het is helemaal niet grappig. In een soort luchtigheid. Maar zo positief in het leven. En ook iedereen vergeven. Dus iedereen die haar enig kwaad heeft aangedaan, ook gewoon vergeven om vrij te zijn. Zo'n positiviteit en zo'n krachten ook. En een wijsheid. Ja, dat is gewoon geluk. Ja, ik kan niet anders van maken. Want als hij het niet had gewist, waren we niet teruggegaan en had ik haar niet ontmoet. En dat geldt ook voor het verhaal van de man die op zijn moeder wachtte 70 jaar. Ik kende het verhaal. Dus ik wist dat daar in die klok. Maar ik dacht, wie gaat dit verhaal nou vertellen? Ik kan het zelf doen, want ik heb het ooit in een krant gelezen. En er zat een jongen achter die meeluisterde, die toevallig daar was. Die student was in die tijd en hem in zijn laatste periode heeft verzorgd. En die woonde niet meer in die stad, maar in Istanbul. Maar was toevallig dat weekend daar. Ja, dat is geluk. Dat heeft niks met afdwingen of ogen en open en hart openstellen. Het is gewoon ook een beetje geluk. En dat heb je ook af en toe nodig. In het leven überhaupt sowieso. Ja. Zien we ook terug in je serie. 80% spontaan ontstaan. Ja. Ja. Verder nog vragen? Hoi. Ik heb ook je serie bekeken en daarin gezien dat je terugkeert naar een plein waar een aantal jaar geleden het er heel heftig aan toe ging en waar je nu rustig wat kon gaan eten. Geeft dat je ook hoop voor de toekomst in die landen? Ja, je hebt het over het Paradijsplein van IS. Waar ze op de vrijdagen mensen executeerden, hoofden afhakten en spiesden op die hek daar. En je had ook nog een gebouw daarachter waar ze homoseksuele mannen van de 7e verdieping afgooiden. En dat noemden ze het Paradijsplein, dat pleintje. Dit was voor het eerst eigenlijk dat ik daar echt rustig kon zitten. En thee dronk, een broodje at, nog een wandeling door de stad heb gemaakt. Daar nog jonge mensen tegenkwam die waren bezig om bomen te planten. Ja, dat geeft mij echt wel hoop. Als ik zie hoe de jonge generatie daar denkt van, we gaan onze stad weer opbouwen. Ja, uit die puin gaat een nieuwe stad herrijzen. In die puin daar zitten ook heel veel parels, mooie mensen die het beste voor hebben met de mensen daar en met de stad. En dat is heel erg hoopgevend. Dus het was voor het eerst eigenlijk dat ik met een iets beter gevoel wegging bij Raqqa, waar ik toch altijd op mijn hoede was. IS-cellen, booby traps. Gewoon, en dat hek stond er ook. Dat heb ik ook gezien, fysiek ook. En dat hadden ze nu weggehaald. En ik vond het heel slim dat ze dachten, we beginnen met het plein. We gaan eerst dat helemaal veranderen. En daarna gaan we de stad aanpakken. Dat we in ieder geval deze schuldige plek, want dat is het natuurlijk, dat we daar iets van gaan maken. Ik zag nog iemand daar. Ja, oh, hier. Is er nog? Ja? Zo, er zijn nog een aantal. Ik weet niet of ze allemaal kunnen doen hoor. Sorry. Je zei net al dat in die serie dat je langs ging bij die kinderen
die uitgezet waren uit Nederland, dat je dan bij die kinderen thuiskomt en dat je dan die situatie ziet en dat je dan toch het gevoel hebt dat je met je werk niet genoeg bijdraagt. Mm-hmm. En je hebt nu dan die stichting ook in gang gezet om nog meer bij te dragen. Denk je dat jij in je journalistieke carrière tot nu toe voor je gevoel zelf genoeg hebt bereikt? Ja, hele goede vraag. Ja, denk het niet. Maar daar kan ik gewoon heel eerlijk over zijn. Ik zit 19 jaar in de journalistiek. 6 seizoenen Zembla, 20 uitzendingen, 10 documentaire series. Als je dan zegt van waar heeft het nou echt voor verandering gezorgd? Dan moet ik heel lang nadenken en dat is al geen goed teken. Natuurlijk, er zijn uitzendingen, dingen die je hebt gemaakt, ook bij Zembla, van andere collega's, waarbij je echt dingen hebt veranderd. Hè. Bijvoorbeeld de bouwfraude die door Zembla is uitgezonden. Dat heeft echt wel iets teweeg gebracht. Zembla heeft bijvoorbeeld ook een uitzending gemaakt over dat pensioenfondsen investeren, aandelen hebben in bedrijven die in clusterbommen zitten. Dat is ook allemaal. En dat zie je natuurlijk ook bij de Volkskrant en NRC, dat er echt wel dingen veranderen. Maar als je dan zegt echt op de lange duur structureel dingen veranderen, dan is mijn antwoord in ieder geval voor mijn eigen journalistieke carrière is toch echt bitter weinig. Het enige wat misgelukt is om een stukje van de oorlog wat een paar duizend kilometer verder is hier de huiskamer in te stralen en dat hopende dat mensen zien hoe mensen elders proberen te overleven. Misschien in de hoop dat ze wat milder zijn naar vluchtelingen. Dat ze zien van waar die mensen vandaan komen, wat ze achterlaten uit wat situatie. Maar ik denk dat dat minimaal is. En dat kan heel frustrerend zijn, ook gewoon in dit vak. Maar het is ook belangrijk dat wij verhalen blijven vertellen, maken, misstanden aan de kaart. Signaleren is ook heel belangrijk. Hè? Niet alleen veranderen, maar ook dingen signaleren, hopende dat daarmee dingen verandert. En dat is niet alleen belangrijk hier in Nederland, maar belangrijk eigenlijk overal in de wereld. Als je ziet ook hoe collega's in sommige landen echt het heel zwaar hebben. Hè? Je zal maar nu een kritische journalist in Rusland zijn bijvoorbeeld. Ja, groot respect ook voor die mensen. Echt diepe buiging. Of in Iran, hè, waar nu een grote opstand is, waar ze dagelijks jonge mensen vermoorden. Of mensen die in de punt meegaan om de verschrikkingen van een oorlog te laten zien. Bijvoorbeeld mijn goede vriend Eddie van Wessel, oorlogsfotograaf, die altijd in de punt meegaat en de mooiste en ook aangrijpendste foto's maakt. Het is misschien qua netto niet heel veel, maar ik hou toch altijd de hoop dat het misschien toch voor 0,001% verandering zorgt. Misschien in het denken van mensen, in hun gevoel. Ik denk dat we dat moeten vasthouden, ook als in de journalistiek ook. Dat we de hoop hebben dat we wel dingen kunnen veranderen. In ieder geval, ik hoop daarop als het gaat om misstanden en grote dingen en het controleren van macht. Ja. Is er nog één boodschap wat je zou mee willen geven aan toekomstige journalisten zoals wij? Nou, wat ik jullie vooral zou willen meegeven is toon lef, wees moedig ook. Schaam je ook niet. Ga voorbij aan je eigen schaamte. En denk ook de hele tijd van wat heb ik te verliezen. Dus ik heb jullie aan het begin al 2 mooie voorbeelden gegeven van dat ik 2 keer, 1 keer een mail naar CNN en 1 keer een mail naar Zembla, met het idee, ik heb niks te verliezen. Dus ik schrijf je de mail en als het wel tot iets leidt, dan leidt het tot iets. Nou, dat heeft in ieder geval in mijn geleid tot een baan bij Zembla en een mooie stageperiode bij CNN. En wat ik ook heel belangrijk vind is dat je ook blijft dromen ook van dingen. Dat is goed. Maar weet ook, kijk, als jouw passie bij onderzoeksjournalistiek is, ga daar ook voor. En dan maakt het niet uit dat je carrière bij RTL Boulevard begint en misschien bij Argos eindigt. Hè? Dat je misschien een aantal stations nodig hebt om te komen waar je moet komen.
Ik wilde ook al heel snel in het begin van mijn carrière naar de buitenlandsjournalistiek. Maar ik heb er ook 8 jaar over gedaan. Namelijk in 3 verschillende keukens gekeken totdat die ene kans zich voordeed. En die gepakt. En als je dat vasthoudt, als je vasthoudt aan waar je eigenlijk naartoe wil, dan lukt dat echt bijna altijd. En als het niet lukt, kun je nog altijd tegen jezelf zeggen, ik heb er alles aan gedaan. Het is niet gelukt, maar ik heb toch een mooie carrière. En ik heb nog 1 tip voor jullie. Er doen zich altijd in een mensenleven kansen voor. Daar gaat zo'n luikje open ergens. Je moet altijd denken, misschien gaat hij maar 1 keer open. Dus als die open gaat, dan ook 1000% geven. En niet denken, ach ja, als die sluit, dan gaat er een ander open. Dat kan, die kans is er altijd. Maar de modus moet zijn, hij gaat 1 keer open en ik ga door dat luikje. Met alles wat ik heb. Dus toen ik die contract voor 3 maanden bij Zembla kreeg, dacht ik, misschien is dit de enigste kans die ik krijg in de onderzoeksjournalistiek. Als dit misgaat, had best mis kunnen gaan, moet ik het misschien weer opbouwen bij Omroep Gelderland, wat ook helemaal niet erg is. Er is niks mis mee om ook soms stap voor stap dingen op te bouwen. Maar ik dacht wel, het luikje is open gegaan. Ik moet wel alles geven nu. In ieder geval wat in mijn vermogen zit. Om dan ook tegen mezelf te kunnen verantwoorden, ik heb ook alles gegeven. Maar het is niet gelukt. Hè? En dat had best gekund. Hè? Ik bedoel, ik kom net kijken bij Zembla. Ik was ook echt onervaren. Je had ook kunnen zeggen van, joh, ga maar even in 10 andere keukens kijken en meld je daarna maar bij mij over 5 jaar. Maar zo is het niet gegaan. Dus dat is de advies wat opa aan jullie mee kan geven. Dat goed is om dromen van dingen, vast te houden aan dingen, ook voor jezelf te bepalen van of dat onderzoeksjournalistiek is, of misschien wil je buitenlandcorrespondent worden, misschien wil je bij RTL Boulevard werken. Het maakt niet uit of een goede talkshow host worden, misschien wil je presentator worden, dat zou ook nog kunnen, of een goede krantenjournalist. Het maakt eigenlijk niet uit als je daar maar aan vasthoudt. En dan komen dingen vanzelf, rollen je kant op, kansen komen en dan grijp je hem. Waar ik heel blij van word is ook als ik bij BNNVARA rondloop, dat er toch echt veel jonge mensen rondlopen. Dat was 10 jaar echt wel anders met al die dinosaurussen om me heen. Van die mensen waarvan je denkt van, joh, weet je, je kan nog niet eens moeilijk de trap oplopen, bij wijze van spreken. Je bent bijna 80. Wanneer ga je ze ophouden, zodat iemand anders een kans krijgt? En ik snap het wel, het is een leuk vak. Dus je bent over de 70 en je denkt, ik wil nog steeds maken. Maar soms is het ook gewoon goed om die plek ook gewoon te creëren voor een ander. Ook oog daarvoor te hebben. En misschien te denken, ik doe een stap terug, maar ik ga jonge mensen begeleiden. In wat ze gaan maken, radio, tv. Daarom vind ik, maar dat vind ik voor mezelf, dat ik ga in ieder geval niet tot mijn 66ste door. Dat kan ik jullie beloven. En dat is gewoon goed. En het is echt een mooi vak. Dat is echt, het is nooit saai, echt waar. Het is nooit hetzelfde. Dit is ook een vak wat je echt lang kan doen. Daar geloof ik echt. Daarom zie je ook met mensen met heel veel passie die dat doen. En ook lang dus ook blijven hangen. Omdat het ook gewoon lang leuk is. En mooi en waardevol en bijzonder. Heel bijzonder en heel belangrijk werk ook. In elk land. Voor elke democratie ook belangrijk is. Een pilaar is ook. Ik zou zeggen, maak jullie studie af ook. Niet afhaken, heb ik ook gehad. Eerste jaar wilde ik stoppen, tweede jaar wilde ik stoppen, derde jaar wilde ik stoppen. Zelfs in het vierde jaar wilde ik stoppen. Maar zet gewoon door. Uiteindelijk kun je dat ding in de la leggen. En kun je nog altijd beslissen om niet journalistiek te studeren. Maar dan word je, weet ik veel, woordvoerder in Kutje Krabbeveen. En ga je daar, kan je ook heel gelukkig van worden. Maakt allemaal niet uit. Maar maak je studie gewoon af, want het is echt gewoon mooi.
en niet te veel ergeren om een opleiding of wat niet goed gaat in een studie, maar vooral kijken hoe kan ik mezelf ontwikkelen. Als journalist, maar überhaupt als mens in het leven. Ja. Nu heb ik wel heel veel gepraat, dus nu is het klaar. Ja. Nee, mooi. Daar sluiten we mee af. Heel erg bedankt dat je er wilde zijn en heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Dankjewel.